Lieve mensen van de Piratenbar. Sorry. Het spijt ons heel erg wat we gedaan hebben. En we zullen het nooit meer doen. En we willen ook gewoon een keer langskomen. Het lijkt ons zo gezellig. Sorry. Heel goed, Sander. Heel puur. Nee, maar laat het geen gooit er maar even uit. Geef niet. Maakt niet uit. Sorry. Nee, het gaat goed zo. Dat is goed. In ieder geval wilden we een keer langskomen om het goed te maken als jullie het niet erg vinden, tenminste, en als jullie ons nog willen spreken. Dus als dat kan, dan kan dat. Kun je dat sturen naar boothorcollective@gmail.com. Dan, of we komen wel gewoon langs. Dan op een gewoon avondje, dan is er niks aan de hand. Als jullie ons niet willen, gaan we gewoon weer weg. Maar het zou wel heel leuk zijn als we gewoon even uit konden praten. Dag, tot snel. Dag. Nu komt Erik Zaan. Die is ook van het Boothor Collectief. Hij wil ook iets tegen jullie zeggen. Moet eens even wachten hoor. Oh, heel even wachten, want hij komt er zo aan. Hier is Erik Zaan. Wacht even hoor. Ik weet niet of ik het dan kan doen. Het is niet erg. Het is niet erg. Het is niet erg. Dit mag. Sorry hoor jongens. Nee, dit vinden ze helemaal niet erg. Lieve mensen van de Piratenbar. Iemand zei een keer dat jullie ons heel stom vonden. Omdat dat wij van het Boothor Collective zijn. En dat vinden jullie niet zo leuk, omdat dat voor vrouwen niet zo leuk is. Maar daar hadden we eigenlijk nooit zo over nagedacht. En weet je, we hadden ons dat eigenlijk helemaal niet gerealiseerd, dat het ook misschien voor vrouwen niet zo leuk kan zijn. En nu zijn jullie heel erg boos op ons. Maar wat eigenlijk maken we ook gewoon muziek. Net als jullie. En doen we ook. Je vindt het ook leuk om naar feestjes te gaan. En we vinden het ook leuk om op te treden en om mensen blij te zien dansen. Net als jullie. Maar toch zijn jullie heel boos op ons geworden. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. En we weten eigenlijk allemaal niet zo goed waarom. En we voelen er wel. Sorry, dit is wel heel moeilijk om te zeggen, maar. Nee, het is heel mooi, Erik. Het is echt heel mooi. Kijk, we voelen ons allemaal gewoon een beetje. Het is echt allemaal. We komen ook uit Den Haag. En dat is gewoon onze stad ook. En we vinden jullie allemaal best wel aardig. En dan worden jullie altijd boos op ons. En ik vind het een beetje moeilijk. Het is niet erg. En dan hoor ik van allemaal mensen van. Dat dan jullie zeggen van ja, Boothor Collective. Ze zijn vrouwenvriendelijk. Die wil ik niet hebben op onze feestjes, die mogen niet komen. Nou, dan denk ik, maar kunnen we er niet gewoon een keertje over praten? Of zo. Weet je, ik wil er best een keer over praten. Ik vind het helemaal niet erg om gewoon een keer langs te komen. Ik vind het helemaal niet erg om gewoon een keer langs te komen. Jullie ook, ik hoor dat jullie ook graag koken voor mensen in de Piratenbar. Dat vind ik heel erg heel goed. En dat is vegetarisch dan. Dat is dan vegetarisch eten. En nou, dat wil ik ook best een keer proeven. Want wij eten wel vlees. Dat weet ik. En dat is misschien, vind je ook niet zo leuk. Maar dat wij wel vlees eten, jullie betekent toch niet dat jullie dan beter zijn of zo. Want het is toch ook gewoon de keuze die jullie maken. En ik vind het helemaal niet erg. En ik wil best een keer bij jullie vegetarisch komen eten. Om te kijken of ik dat dan ook misschien wel lekker vind. Maar omdat jullie altijd zo boos zijn op ons, durven wij dat niet zo goed. Het is helemaal niet leuk. Want het is helemaal niet zo ver weg. Het is misschien 10 minuutjes fietsen. En dan kunnen we gewoon een keer langskomen en dan kunnen we het er gewoon over hebben. Maar altijd als ik in de rij sta voor het paard of zo, dan hoor ik weer mensen van zeggen van Piratenbar vindt het helemaal niet leuk. Dat Boothor Collective er ook is. En die vinden het allemaal maar gewoon een beetje klootzakken. Maar dat is helemaal niet zo. Het is soms. Maar ja, sorry dat jullie ons zo stom vinden. Sorry dat wij
dat jullie, dat wij soms lijken alsof we vrouwen onvriendelijk zijn, want dat is helemaal niet waar. Ik vind vrouwen hartstikke lief. En net zo, net aan mannen, ik vind eigenlijk dat mannen en vrouwen ook gewoon gelijk zijn. En toch zeggen jullie, nee, die gasten van het Boeto Collective komen er niet in. Klootzakken. En in één keer stond ik er ook gewoon bij. En toen was er iemand van jullie en die was in de rij van het paard. En die zei van, nee, en ik wil niet dat Laurens iemand meeneemt van het Boeto Collective. Ik vind dat allemaal klootzakken. Ik wil niet dat die op mijn feest komen. En dan denk ik, ja, maar waarom dan? Want eigenlijk maken we ook best wel leuke muziek waar mensen leuk kunnen dansen. En we kosten helemaal geen geld, we hadden het gratis willen we draaien overal. Net als dat jullie ook koken voor mensen voor heel weinig geld bijvoorbeeld. Dat weet je, wij doen ook mee aan sociaal gedachtegoed en zo. We vragen nooit geld voor onze muziekjes. Dus ik dacht, als we nou gewoon een keer langs mogen komen dan, met een flesje biologische wijn, en dan kunnen we gewoon erover praten. En dan gaan we gewoon een avondje gewoon erover praten of zo. Want ik voel me helemaal niet prettig bij dat er allemaal mensen zijn in Den Haag die ik wel tof vind, die dan zeggen dat wij allemaal gewoon klootzakken zijn. Dan vind ik het gewoon heel erg moeilijk om te accepteren. Vooral omdat jullie ons eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. Dat is gewoon, denk ik, een voordeel, maar dat geeft helemaal niet. Want ik weet ook wel dat je dat soort dingen kan denken van ons, wat we natuurlijk die naam hebben gekozen, maar het is helemaal niet waar. Het is niet erg. Ik voel me als een rondmeisje die dat denken. Ze mogen het best weten. Ja, maar ik wil helemaal niet. Ik wil helemaal niet dat mensen dan zeggen dat. Ja. Ik kan ook nooit meer. Neem het fisherman's friend. Ik kan ook nooit meer een vriendin krijgen. Ik kan ook nooit meer een vriendin krijgen, moet je alles zeggen. Mijn vrouw onvriendelijk zijn. Want dan ben ik op een krakersfeest of zo, dan ben ik gewoon leuk met een meisje aan het praten. En dan zegt er komt er iemand aan en die zegt, nee, niet met hem praten. Hij is van Boeto Collective, ga weg. En dan denk ik, maar dat is helemaal niet waar. Dus ik ben wel van Boeto Collective, maar waarom moeten vrouwen dan snel bij mij weg als ik van Boeto Collective ben? Want wij hebben helemaal niets tegen meisjes en we hebben ook niets tegen vegetariërs. En we hebben ook niets tegen krakers en we hebben ook niets tegen dreadlocks. En we houden gewoon ook van rare muziek. Dus, nou, ik wil eigenlijk alleen even sorry zeggen. Sorry, Piratenbar. Ik hoop dat het een misverstand was en dat we het uit kunnen praten. Ik vind het zo mooi dat je dit hebt gedaan. Ja, maar ik voel me er gewoon heel erg oncomfortabel bij. Dat mensen zijn in Den Haag die dat soort dingen nog van mij denken. Ja, maar dat is heel leuk.